Hoofdstuk 8, deel 2. Straffen in Nederland. In Nederland kennen we verschillende soorten straffen. Die verschillende soorten straffen zijn hoofdstraffen, bijkomende straffen, maatregelen en voorwaardelijke straffen. We gaan eens naar de straffen kijken. Beginnen we met hoofdstraffen. In Nederland kennen we 4 hoofdstraffen. Deze 4 hoofdstraffen zijn de geldboete, hechtenis, gevangenisstraf en een taakstraf. Van deze 4 hoofdstraffen wordt de geldboete het meest gegeven. Het is de meest voorkomende straf in Nederland. De bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Een boete kan zo hoog zijn dat een persoon die niet kan betalen. Daarom geeft de rechter ook altijd aan hoe lang iemand moet zitten als hij zijn boete niet betaalt. In het schema zie je dat de boete behoorlijk op kunnen lopen. Tot boetes in de zesde categorie van 760.000 euro. Hechtenis. Hechtenis is, zoals we al eerder hebben gehad, de vrijstraf die hoort bij overtredingen. Je zit maximaal 1 jaar, want dat is de maximumstraf bij een overtreding, en die wordt uitgezeten in een huis van bewaring. Bij gevangenisstraf ligt dat natuurlijk heel anders. Bij gevangenisstraf is de hoogste straf levenslang. Wat betekent dat je dan ook echt je hele leven in de gevangenis zit. Gevangenisstraf is de vrijste straf die hoort bij misdrijven, dus niet bij overtredingen. De taakstraf. Rechters geven steeds vaker taakstraffen omdat het doel van heropvoeding, ofwel resocialisatie, steeds belangrijker is geworden. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf. Taakstraf is alleen mogelijk wanneer de gevangenisstraf lager dan 6 maanden zou zijn. Dus bij zware misdrijven is een taakstraf niet mogelijk. In de grafiek ernaast zie je het toegenomen aantal taakstraffen in Nederland. Bijkomende straffen. Een bijkomende straf wordt altijd gegeven in combinatie met een hoofdstraf. Een bijkomende straf heeft ook altijd te maken met het strafbare feit dat is gepleegd. Als je bijvoorbeeld wordt gepakt met alcohol op achter het stuur, kan een bijkomende straf zijn dat je rijbewijs vernietigd wordt. Maatregelen. Maatregelen zijn niet direct bedoeld als straf. Het doel is om de samenleving of de dader tegen zichzelf te beschermen. Voorbeelden zijn TBS, wat staat voor ter beschikkingstelling, en OTS, wat staat voor onder toezichtstelling. Een voorbeeld van iemand die TBS heeft gekregen is de zaak van Jack de Knipper. Deze man knipte liftkabels door in Utrecht in de flat waar hij woonde. Hij kreeg hiervoor TBS met dwangverpleging en 6 maanden gevangenisstraf. Voorwaardelijke straffen. De naam zegt het al, zo'n straf krijg je voorwaardelijk. Je krijgt hem dus nog niet gelijk. Nou, dit betekent dat de dader dit gedeelte van de straf niet krijgt onder voorwaarde dat hij binnen een bepaalde proeftijd niet nogmaals een soortgelijk strafbaar feit begaat. De proeftijd wordt natuurlijk bepaald door de rechter.